Yo mensen van Elliot Player. Dit is geen vlog. Dit is iets anders. Hier wil ik het even hebben over mijn team. Niet alleen mijn team, maar ook het uploadschema van dit jaar. Tenminste, voorlopig. Dit wordt niet het enige uploadschema. Nee. Nee, maar. Waar ik het dus wel over heb, ik heb twee nieuwe teamleden, Moreno en Mart. Van Moreno wist je het al, Mart is nieuw. Waar ik het dus wel over heb, is het uploadschema. Mart en Moreno, als jullie dit kijken, dit geldt ook heel, dit is belangrijk voor jullie. Ik zou het jullie, als jullie het niet weten, ik zou het jullie nog uitleggen op Skype. Maar, ik vind het in de video wat fijn. Maar kijk, ik ga het heel professioneel doen. Nee. Maar waar ik het dus over wil hebben is, ze willen graag, Mart wil graag opnemen en Moreno ook. Moreno wil dan weer Happy Wheels doen en Mart wil dan weer op de Wii, PlayStation 3 opnemen. Maar ik zit met mijn tijden. Want ik wil niet meer dan, niet eerder opnemen dan, ik wil niet andere tijden opnemen dan 7, 8 en 9. En om die tijden wil ik ook geen andere video's op mijn kanaal. Ja, dit is dan een vlog. Een tussendoor dingen, subflubs. Staat niet op het schema, maar die kunnen wel heel vaak komen. Maar ja. Stel. Kijk, Skydrop. Nee, dropping die duurt 28 afleveringen. Dus. En er komen 2 afleveringen per week, weer om uit, 14 weken dus. Die serie duurt dan 14 weken. Eerste serie die klaar is. En het, ja. Stel, dan kan, dan mag, en Moreno krijgt dan, ja. Moreno heeft dan dropping, die is dan, ik geloof, na 14 weken, die is dan klaar. Het begint een beetje schor te worden. Die is dan klaar. En ja, Moreno die krijgt dan de uren van de dropping. Dropping die valt dan om. Die, ja, hij staat nu, ja, die staat nu om 5 uur, maar die gaat naar 8 uur. En ik haal dit zo naar mee. Maar kijk, dropping die is dan om 8 uur, dinsdag en donderdag. Maar die serie is klaar, is gone, is niet meer. Is over. En Moreno gaat dus ook. Gaat dus Happy Wheels spelen. Maar die moet hij dan, die series moet hij dan wel spelen. Om die aflevering moet hij dan wel online hebben staan. Op dinsdag en donderdag om 8 uur. Misschien houdt hij het vol, maar misschien denkt hij ook van, ja, na 5 afleveringen of 10 afleveringen denkt hij van, ja, ik heb geen zin meer in, laat maar. En als hij dan een tijd niet heeft geüpload, dan geef ik die. Tijden, dan geef ik de die plekken, dan geef ik die twee. Kijk, als hij het niet meer wil opnemen, dan heb ik dus gaatjes, dan heb ik twee gaten. Dan heb ik dus twee, dan heb ik dus om dinsdag en donderdag om 8 uur geen video. Maar dat wil ik wel hebben. En als Moreno dan niet gaat uploaden, ja, dan zoek ik iemand anders. Dan vraag ik wel aan de andere teamleden. Nu is het nog alleen maar Mart over dan, maar misschien willen we nog meer wel. Maar dan vraag ik gewoon aan iemand anders, ja, guys, willen jullie, nou, kijk, laat ik het anders zeggen. Stel, Minecraft Survival stopt. Die is over, die is gone. 250 op uur of zo, maar niet. Dan heb ik dus mijn wekelijkse serie om 7 uur, die is klaar. Maar dan zit ik dus, dan heb ik dus 5 gaatjes in mijn agenda. 5 gaatjes in mijn schema. Maandag tot en met vrijdag om 7 uur. En dat moet wel eenzelfde serie zijn. Niet dat er opeens om maandag om 7 uur Happy Wheels is en dinsdag om 7 uur Hunger Games is of zo. Of iets op woensdag DDG, iets van DDG, Castle Defense of zo, of TNT Run. Dat wil ik dan niet hebben. Dan wil ik wel gewoon een serie van 5 afleveringen. Ik wil sowieso wel dat die week dan wel van een serie waar 5 afleveringen komen. Dat wil ik dan wel. Ik wil dan bijvoorbeeld, als Moreno dan Happy Wheels gaat doen in die tijd, dan wil ik wel iedere week 5 afleveringen hebben.
En al doe je er op dinsdag en donderdag heen, dan wil ik zo, dan maar, dan doe je zo op een zondag of op een vrijdag of op een zaterdag, doe je dan twee of één of twee extra's. Maar ik wil wel gewoon iedere week 5 afleveringen doen. En dat gaan mensen niet volhouden. En wat ik dus had vragen, als ik bijvoorbeeld stop en ik heb dan alle 7 uren vrij, dan vraag ik aan mijn team, yo, guys, willen jullie die tijden hebben? Ik heb geen inspiratie meer, ik heb geen serie meer. Dan vraag ik eerst of, dan vraag ik eerst van, yo, hebben jullie nog ideeën voor mij? Qua Minecraft ideeën? Servers waar ik op kan spelen? Nederlandse servers. Hypixel of wat. Dan, en ze weten niks, dan vraag ik aan hen, yo, guys, willen jullie het dan doen? Maar dan moeten ze er wel aan houden dat ze er ook in die tijd alleen die tijden opnemen, op die tijden uploaden en op die dagen. Die dagen. Ja, dat is goed Nederlands. En als ze dat niet doen, bijvoorbeeld ze vinden het niet meer leuk, vinden de serie niet meer leuk, ja, dan moet ik wel iemand anders zoeken om het weer om een nieuwe serie erin te zetten. Want ik wil wel gewoon mijn 15 video's per week. Ja, ik wil wel gewoon maar 15 video's per week. Ja, zo ben ik gewoon. Ik wil precisie. Ja, sorry. Maar dat wil ik dus. En ik zal het hun ook nog wel uitleggen. Ik ga Mart zo nog even bellen en dan zal ik het ook uitleggen. Maar dat is dan dat. En als ze bijvoorbeeld een serie niet meer willen of ze vinden het niet meer leuk, dan ga ik eerst kijken, kan ik het nog overnemen? En zo niet. En willen ze dat echt niet meer doorgaan? Dan krijg ik dat een ander teamlid de wilt. En dat die het ook niet. Dan stopt die serie. Maar er moet wel weer iets nieuws in de plaats komen. En als iemand dan zegt van, oké, dan neem ik die tijd wel voor een nieuwe serie. Dan moet hij zich er ook aan houden. Aan die tijden, aan die datums. Daar moet hij zich aan houden. En als hij bijvoorbeeld zegt van, ja, yo, ik kan het toch niet. Ik kan het niet, want je moet altijd wel eerst goed nadenken van, heb ik het druk op school? Qua huiswerk kan ik het dan nog wel aan. Want misschien heb je in de eerste week niet veel huiswerk, dus pak je de serie dan. Maar heb je 2 weken daarna wel heel veel huiswerk en kan je die serie niet meer doen. Dat schiet niet op. Je moet gewoon zeggen van, ja, ik leer niet goed, ik leer al, ik ben goed in hup de flup en dat, dat. Dan kan je dat, oké, heel onduidelijk, what the fuck? What the fuck? Mijn beeld werd ineens grijs. Hallo? Ja, hij doet nog. Maar, dat dan. Dan moet je eerst kijken, oké, heb ik heel veel huiswerk dat jaar of niet? Dan moet je een beetje schuiven. Want ik zou ook vast wel, als ik me niet goed gedraag of zo. Stel, ik heb bijvoorbeeld een feestje op door de week. Dan kan ik die video's niet doen. Ja, maar die wil ik wel houden. Dus dan hou ik ze in. En dat wil ik ook gewoon. Wat ik nu doe is gewoon iedere dag gewoon 7 uur. Dan maak ik een survival 7 uur. Als die serie stopt en er komt een nieuwe in plaats, dan wil ik wel dat die serie wel wordt aangehouden. Gewoon die tijd. Dat is mijn probleem. Dat wil ik voorkomen. Ik wil voorkomen dat het schema door de war gaat. Doei.